Dames en heren, het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, RMO, die werkt ook mee met ons. En we hebben vorige week daar een kleine honderdtal lithografieën kunnen krijgen voor de verkoop. Hier ziet u er één van. Dit is een amfoor, ook ingekleurd. Het aardige van deze lithografie is het nummer wat hier staat. Kunt u terugvinden op de website van het RMO en daar vindt u nadere informatie over deze voorwerpen. Want die lithografieën zijn gemaakt van de Egyptische collectie in de vorige eeuw, 1840 dus, van alle voorwerpen die zij toen hadden. Niet dat wij alle lithografieën hebben gekregen, we hebben er een kleine 100, er zijn er nog een heleboel van, maar deze zijn te koop. Dit is er één van, ik heb er nog meer. Hier is een andere, dit is een binnenkist van een sarcofaag, niet ingekleurd. Ook hier weer een nummer erbij wat u kunt terugvinden op de website. En tenslotte hebben we deze. Dit is een hele gedetailleerde tekening, lithografie van een sarcofaag. We hebben reeds een aantal prenten verkocht vorige week. En deze week komen er weer nieuwe op en de volgende week ook, want we hebben er genoeg. Dus wees er snel bij. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u zich abonneert op ons kanaal, onze YouTube kanaal en de vlogjes liked. Want daarmee vergroten we ons bereik en dat is interessant, want dan kunnen meer mensen genieten van een object uit een depot van een museum. Dank u vriendelijk.